Winterliefhebbers zoals Jannes Wiersema kunnen niet wachten tot ze op dit ijs kunnen schaatsen. Er ligt een prachtig laagje, maar het is nog zeker niet in kannen en kruiken. Want we hebben nog veel meer vorst nodig willen we gaan schaatsen op natuurijs. En dat is nu nog erg onzeker. Maar we krijgen vandaag wel een prachtige winterdag met veel ruimte voor de zon. Temperaturen daarbij 1 graas in het noorden tot 3 in het zuiden. En daarbij slechts een zwakke tot hooguit matige wind uit een oostelijke richting. Dus prachtig weer voor een winterwandeling zou ik zeggen. We gaan een koude nacht tegen met gemiddeld over het land min 8. Plaatselijk zelfs min 10 graden. Dat zou dan de eerste strenge vorst van deze winter betekenen. Overigens is dat niets bijzonders, want de normale winter heeft 2 tot 4 nachten met strenge vorst. Temperaturen onder de min 10. Morgen overdag draait de weer naar het zuidwesten en wordt het iets zachter. Temperaturen zo'n 5 graden. Dinsdag krijgen we dan te maken met een storing, een sneeuwstoring die waarschijnlijk een paar centimeter sneeuw gaat achterlaten. Maar het is nog wel vrij onzeker hoe actief die storing is. En misschien blijft het in het uiterste Noordoosten zelfs helemaal droog. Temperaturen dan net iets boven nul. De dagen daarna blijft het een beetje kwakkelen met s'nachts lichten tot mogelijk matige vorst. Overdag temperaturen een aantal graden boven het vriespunt. En dat echte winterweer met ook overdag temperaturen onder nul. Ijsdagen. Dat gaan we voorlopig nog niet krijgen.